Dames en heren, welkom bij Debatten Vandaag. In deze uitzending besteden we aandacht aan de 10.000ste bezoeker van de Palmyra-tentoonstelling, de werkzaamheden aan de Wilhelminabrug en besteden we aandacht aan het ROC in Deventer. Dit en meer in Deventer Vandaag. Het aantal schoolverlaters zonder diploma op de ROC Aventus-locaties, waaronder die in Deventer, is in vergelijking met de afgelopen jaren gedaald. Dat is 5,4% ten opzichte van 2015. Zo blijkt uit cijfers van het Aventus. Dit resultaat levert het ROC een compliment op van Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het aantal leerlingen dat tussentijds stopte met de opleiding daalde met 59. Over 35 jaar zal er naar alle waarschijnlijkheid niet genoeg vlees meer zijn, zegt Remco Vogelenzang van Bobeldijk Food Group. De oplossing, volgens Vogelenzang, is minder vlees eten en overgaan op meer plantaardig voedsel. Het bedrijf heeft daarom de eiwitversneller ontwikkeld. Een proeftuin waarin ondernemers de handen ineen slaan om eiwitten te maken op basis van natuurlijke producten. Zij gebruiken onder andere algen en eendekroos. Hiervan worden onder meer plantaardige burgers, schnitzels en balletjes gefabriceerd. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie en de Nederlandse regering. En de groene eiwitversneller heeft in 1 jaar 7 nieuwe producten opgeleverd. Wie dacht dat honden geen bloed kunnen geven, komt er bedrogen uit. Nederland kent zelfs een echte bloedbank voor honden, namelijk de eerste veterinaire bloedbank in Nijverdal. Deze geografische ligging biedt echter qua tijd niet altijd uitkomst in noodsituaties. Gisteren werd Lex door zijn baasje naar de dierenkliniek in Twello gebracht. De hond had onmiddellijk bloed nodig om te overleven. Praktijkhond Guus redde met een halve liter bloed de doodzieke Lex. Guus is een echte rashond van 30 kilo, kerngezond en daardoor in staat om in noodgevallen zijn medehonden met zijn bloed te redden. En als beloning kreeg Guus natuurlijk wel wat extra koekjes. De tentoonstelling Palmyra, Stad van 1000 Zuilen in De Waag is een groot succes en heeft zelfs zijn 10.000ste bezoeker al mogen verwelkomen. En dit is hem, de 10.000ste bezoeker. Iets wat Duncan totaal overviel. 10.000ste bezoeker in ons museum. Verbaasd. Ik ben er gelukkig mee. Hè? Het is mijn eerste grote tentoonstelling in Deventer. En ik vind het heel erg belangrijk dat we dit soort verhalen vertellen. Verhalen die niet alleen maar historisch zijn. Hè? Dus ik vind het muffige moet uit zo'n museum. Hè? We leven nu met z'n allen. En nu is Palmyra heel erg relevant en belangrijk. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen bijvoorbeeld. En als je dan met een historisch verhaal een soort verdieping kan brengen die ook de actualiteit meer perspectief geeft. Die mensen ook beter leert begrijpen wat er nu aan de hand is. Ja, vind ik dat heel erg goed. Dus alle tentoonstellingen die wij zullen gaan maken zullen altijd vanuit het heden belicht worden. Mensen leven nu en we maken ook met het erfgoed wat we hier in Deventer hebben tentoonstellingen die voor de mensen van nu relevant moeten zijn. Het ruim 4 meter brede schilderij Gezicht op Palmyra van de Nederlandse schilder Hofstede hing 3 eeuwen geleden ook al in Deventer op de plek waar nu het nieuwe stadhuis staat. Het is de oudste afbeelding van Palmyra die wij in het Westen hebben. Opdracht voor deze afbeelding, of beter gezegd voor dit schilderij, werd gegeven door toenmalig burgemeester Gijsbert Kuper. Toen er een consul naar Aleppo ging, meneer Kalkbrenner, toen heeft hij die consul opdracht gegeven en hij zegt die nieuwe plek die daar in de woestijn ontdekt is, Palmyra, de stad van de oudheid, alles over die plek wil ik weten. En die plek was dus ontdekt in 1678 en dus in de tijd van Kuper eigenlijk, het was de grote ontdekking van zijn tijd. Kuper was zelf geen reiziger, daar ging hij zelf naartoe. Maar toen in 1692 een nieuwe expeditie ging naar die stad, naar Palmyra, een Britse expeditie. Ja, toen heeft die Kalkbrenner gezegd van, hey, meneer Kuper in Deventer, we gaan er weer naartoe. Hè? En Kuper heeft toen gezegd, dan wil ik ook dat er een mooie beschrijving wordt gemaakt van die plek, maar ook een schilderij. En dit is eigenlijk het begin van een traditie geweest waarbij Palmyra steeds mythischer en steeds legendarischer werd. Er is heel veel onderzoek gedaan en dat laten we ook in deze tentoonstelling zien. De afgelopen jaren is de schoonheid van Palmyra aangetast door onder andere de vernielingen van IS-strijders. Palmyra is een stad die ook in het Westen gekend is. Dus daar raakte men niet alleen maar
Syrië mee, maar daar raakte men ook het Westen mee. Dus een heel erg symbolische, propagandistische oorlog en de vernielingen aanrichten in Palmyra. Juist die de triomfboog bijvoorbeeld in Palmyra, dat is natuurlijk symboolpolitiek. De tentoonstelling is wegens succes verlengd. Onder de vele bezoekers zijn ook vele honderden Syrische vluchtelingen. Het mooiste vond ik eigenlijk, op een middag was ik hier, was een groep van het ROC op bezoek. En er zat een meneer bij en die was zeer geroerd, want hij was hier een rondleiding aan het geven in een tentoonstelling voor zijn landgenoten. En ik vroeg hem ook van, ja, hoe kan het dat u een rondleiding geeft hier? Nou, hij was tot 2 jaar geleden gids in Palmyra. Zijn werk was mensen rondleiden door Palmyra. Hij kon het niet meer doen, hij moest vluchten. En hij zei dus, voor het eerst sinds 2 jaar heb ik weer een rondleiding door Palmyra gegeven. Ja, dan denk je wel, ja, daar doen we het voor. Hè. De tentoonstelling is nog tot 12 maart te zien in Museum De Waag. Ter afsluiting van de tentoonstelling zal er op 3 maart een concert plaatsvinden in de Grote Synagoge. Voor informatie kunt u terecht op deventerverhaal.nl. Op dit moment wordt er in de sporthal De Kroon gevoetbald om de Raster Futsal Cup. Deze duurt tot en met vrijdag 24 februari. Er doen ruim 400 kinderen en jongeren mee aan de cup die gehouden wordt op Keizerslanden. De deelnemers zijn jongens en meisjes die met elkaar hun voetbalkwaliteiten willen meten. En normaal doen ze dat 's avonds op een pleintje of veldje en nu dus in de zaal. 8 jaar geleden is Raster gestart met 14 teams en nu is dat aantal gegroeid naar 52 teams in 4 categorieën. En zo wordt er een fantastische invulling gegeven aan de voorjaarsvakantie. Het onderhoud en herstel van de Wilhelminabrug gaat 6 maanden langer duren. En de oorzaak is dat de nieuw aangebrachte verf aan de onderzijde van de brug niet hecht. 15.000 vierkante meter moet daarom opnieuw worden geverfd door in totaal 30 tot 40 man. Aannemerscombinatie Van der Ende en Cedra gaan een nieuw schildersysteem bedenken en uittesten. En eventuele extra kosten komen voor rekening van de aannemerscombinatie. De herstelwerkzaamheden zijn reeds begonnen. Een hinder voor omwonenden en verkeer zal tot een minimum worden beperkt. Tot zover Deventer vandaag. Voor meer informatie of actualiteiten, kijk op deventerrtv.nl of volg ons via Facebook en Twitter. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag! Het was vandaag een bewolkte dag met veel buien. De temperatuur lag rond de 11 graden en er stond een zachte zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 7 graden. Morgen blijft de bewolking overheersen en is er kans op regen. De temperatuur schommelt rond de 9 graden en de wind is matig en waait vanuit het zuidwesten. 'S Nachts koelt het af naar 2 graden. En vrijdag is het nog steeds bewolkt, maar minder regenachtig. De temperatuur ligt dan rond de 6 graden en er staat een harde zuidwestelijke wind. In de avond en nacht koelt het af tot wederom 2 graden.